Ik spreek hier met Thijs den Brink van Webust Transition. En gisteren was hij bij de tegenlichtuitzending in Pakhuis de Zwijgen naar aanleiding van de waterstof-economie. En hij gaf daar goed commentaar. Ik wil even met jou doornemen eigenlijk de waarheden en onwaarheden van waterstof. Allereerst Thijs, wat doe jij dagelijks leven voor de kost? Ik adviseer bouwbedrijven vooral en ook opdrachtgevers in de bouw en infra over verduurzaming van snelwegen, bruggen, waterwerken, dat soort dingen. Ja, en jij hebt ook sustainable energie gestudeerd. Hè? Die opleiding was er dus blijkbaar toen al, dat ben je wel een van de eerste. En dat, jij publiceert dus veel op Twitter en op allerlei websites. Wat is jouw betrokkenheid bij die hele energietransitie? Is dat professioneel of is dat zeg maar anders? Nou, inderdaad, van opleiding zit ik vol in de duurzame energie. Ik heb daar een aantal jaren ook als journalist in die sector gewerkt. En dat doe ik nu nog een dag in de week, omdat ik het hartstikke leuk vind. En spannend en complex wat er allemaal gebeurt. En ik probeer dat begrijpelijk te vertellen. Oké. Tegenlicht, afgelopen zondag, de waterstof-economie. Het was eigenlijk de grote belofte. Het was een hele positieve show die eigenlijk begon dat ze in 2013 hadden ze al een uitzending dat het de grote belofte zou worden, dat er nog niet veel van terechtgekomen is, maar nu gaat het werkelijk gebeuren. Het was eigenlijk een heel positief verhaal dat waterstof toch heel belangrijk is in die energietransitie. Hoe kijk jij tegen die uitzending aan? Helemaal waar dat waterstof superbelangrijk is voor de energietransitie. Waterstof is een fantastisch spul en dat gaan we op heel veel plaatsen nodig hebben. Jij zou niet te min denken dat deze uitzending misschien heel veel mensen toch op het verkeerde been zet. Want het werd wel gepresenteerd als echt dé oplossing, terwijl het hooguit één van de oplossingen is. En op heel veel plaatsen niet de beste oplossing. Ja, dus het was inderdaad, er werd wel genoemd dat je het moest maken, ergens van. Maar eigenlijk was het inderdaad een soort magisch middel. Nou, laten we eventjes door de verschillende gebruiken van waterstof gaan. Je kunt het in de industrie gebruiken, in mobiliteit. Je kunt het voor de verwarming van huizen gebruiken. Je kunt het aardgasnetwerk ermee vervangen. Het was eigenlijk een algemene oplossing voor alles. Eerst, waterstof moeten we ergens van maken. Wat is de visie? Hoe zie jij hoe dat nu gebeurt en hoe dat in de toekomst gaat gebeuren? En hoeveel procent van de energie gaat daar uiteindelijk heen? Via langs? Ja, dat is inderdaad een goede omschrijving. Waterstof wordt nu al heel veel gemaakt uit aardgas. Dus met stoom vinden er chemische reactie plaats bij hoge temperaturen. Waterstof splitst in, aardgas splitst in waterstof en CO2. Die CO2 blazen we nu nog af, die gaat gewoon de atmosfeer in. Ja. De volgende stap zou kunnen zijn dat we die fabrieken die er al zijn, die dus uit aardgas waterstof maken, daar de CO2 afvangen. Dan noemen we dat blauwe waterstof, dus dan vangen we de CO2 af, stoppen die onder de grond. En ja, uiteindelijk de grote droom is dat we uit duurzame elektriciteit waterstof gaan maken. En dan heb je een andere chemische reactie, eigenlijk twee elektroden in een bak met water, simpel gezegd. Ja. Dus ik heb een proefje van de scheikunde vroeger, brugklas. Ja, dan bobbelt er gewoon aan de ene kant waterstof, aan de andere kant zuurstof omhoog. Dan splitst water in waterstof. Ja, dus dat zijn grijze, blauwe en groene waterstof. Ik hoorde dat voor elke kilo waterstof die geproduceerd is, ongeveer 14 kilo CO2 op dit ogenblik de lucht in wordt geblazen. Klopt dat ongeveer? Heb ik niet paraat, maar zou goed kunnen kloppen. Komt ook wel omdat waterstof het allerlichtste element is en koolstof van het zwaarder. Dus. Wat is er aan de hand? Ben jij iets water aan het koken of zo op de achtergrond? Nee hoor, nee. Oh, dan is het waarschijnlijk jouw laptop die doorgaat. Oké, dus dat is in ieder geval hoe we het nu op dit ogenblik maken. We maken het heel veel. Waar wordt waterstof op dit ogenblik voor gebruikt in de industrie? Ongeveer wereldwijd gaat ongeveer de helft van de waterstof die we maken naar de kunstmestproductie. Dus voor iedereen die wat wil eten, ja, stoppen we heel veel kunstmest in de landbouwgrond. Ja. En een kwart zal naar de raffinage gaan. Alle olie die uit de grond komt, die is niet direct geschikt om benzine van te maken. Daar zijn ook heel veel chemische processen voor nodig waar waterstof gebruikt wordt. Ja. Voor de rest heel veel niches, ook in de glasproductie, in de staalproductie. Heel veel industrie die nu waterstof gebruikt. Oké. Weet je hoe groot het ongeveer is, het energiegebruik van waterstof, zeg maar,
is het in Nederland nu op dit ogenblik 10% van het totale energieverbruik wat via waterstof verloopt? Of is het 1%? Of welke orde van grootte zit het? Voor de vuistweg daartussen. Ik denk voor. Ja. Oké. Okay. Nou goed, dus in ieder geval als we op een gegeven moment de weg nemen voor een bepaald doel. Hè, laten we bijvoorbeeld zeggen van we gaan waterstofauto's, de mobiliteit. Daar zit ik zelf het een beetje in. Op het moment dat jij dus gewoon duurzame energie hebt, als een windmolen. En je maakt daar dan waterstof van. En die waterstof stop je uiteindelijk dan in een tank. En die tank die gaat dan maakt dan weer elektriciteit. Wat is dan de totale efficiency, de well-to-wheel, zeg maar? Van de energie die je met die windmolen opvangt en omzet in elektriciteit. Dus vanaf dat punt tot aan kilometers rijden in de auto ben je ongeveer 3 kwart kwijt van het totaal. Oké. Okay. 25% rij je efficiënt op die windenergie dan. Ja, ongeveer hetzelfde als met een benzineauto, zeg maar. Waar je ook gewoon 3 kwart kwijtraakt. Ja. Nog iets meer, 80% zelfs, ja. En als je gewoon die elektriciteit direct zeg maar in een accu zit, hoeveel hou je dan over? Ook dan heb je verliezen, de transmissieverliezen over kabels en in de laadpaal raak je het kwijt. Dan raak je ongeveer op totaal 1 kwart kwijt. Dus dan, dus je houdt 3 kwart over of je houdt 1 kwart over, zeg maar. Dus wat dat betreft, het kost 3 keer zoveel energie als je het via waterstof zou gaan lopen. Wat is dat argument om in de mobiliteit waterstof te gaan gebruiken en allemaal waterstofautootjes te laten rondrijden in plaats van elektrische auto's? Ik denk dat dat vooral gewenning is en moeite om te veranderen. We zijn nu gewend om met onze auto naar de pont te rijden en daar voor een week te tanken en dat op te rijden en dan weer wat moeten gaan tanken. Elektrisch rijden is gewoon een andere techniek. Je hebt een stekker in plaats van een pomp. En mensen zijn daar misschien nog wat huiverig voor. Of vinden het wel spannend hoe dat zal werken met zo'n stekker. Ja. Maar is ook inderdaad, het schijnt ook dat die waterstofstations, als daar gewoon 10 auto's staan te wachten, dat de eerste 2 geholpen worden en de rest die moeten dan even wachten tot de pomp weer op spanning wordt gebracht. Dat is zeker waar, ja. Maar dat is ook wel een kwestie van schalen natuurlijk. Er rijden een paar handenvol waterstofauto's rond, dus er is ook nog geen vraag aan die capaciteit bij de pompstations. Dat is wel oplosbaar. Oké, maar goed, het gebruikt dus 3 keer zoveel, 3 keer zoveel energie en er zijn er op dit ogenblik al veel meer elektrische auto's en de prijs van de accu's gaat naar beneden. Het lijkt niet alsof daar nou echt gewoon de grote case is gaat worden, zeg maar, hè, op dat gebied. Ik zie hem daar zeker niet, nee. Ik denk, er zal een markt zijn voor waterstofauto's, maar ik schaal hem in op 5-10% van het totaal met de kennis van nu. Ja, oké. Okay. Dan het tweede gebruik is natuurlijk, we gebruiken eigenlijk veel meer warmte dan elektriciteit. Ongeveer 1/3, 2/3. Hoe zou de verwarming van kantoren en huizen en dat soort zaken wat we nu met aardgas doen, hoe zou dat nou met waterstof moeten gebeuren? Ook daar weer de vraag of dat moet gebeuren. Ik denk bij het grote deel van huishoudens, kantoren, schoolgebouwen, ziekenhuizen, zeker. Waar we eerst eens moeten beginnen is minder aardgas gebruiken. Gewoon stevig isoleren. Dat pak je misschien wel de helft, als je het goed doet, van ons huidige aardgasgebruik. Ja. De rest, daar is waterstof één van de opties om dan het resterende warmtegebruik te dekken. Maar je kunt het ook doen met warmtepompen elektrisch of met warmtenetten uit restwarmte, aardwarmte, biogas, biomassa. Ja. Warmtenet kun je ook elektrisch weer verwarmen. Er zijn talloze opties om een huis warm te krijgen. Ja. Maar de weg om inderdaad eerst windenergie te hebben, elektriciteit en dan waterstof en dan op een gegeven moment weer warmte te gaan creëren, is dat een logische en het dan in het aardgasnetwerk, want dat was het idee, we hebben al een mooi aardgasnetwerk liggen. Nou, aardgas eruit, waterstof erin, 700 miljoen om dat zeg maar allemaal up-to-date te maken, wij moeten thuis een ander soort cv-keteltje ophangen en alles werkt. Is dat een reëel alternatief? Het zal zeker werken, dus in dat opzicht reëel. Het probleem is dat we met de hele economie om moeten naar CO2-neutraal. En dan moeten we kijken wat is waar verstandig. En dan is dit niet verstandig. In de gebouwde omgeving voor verwarming
heb je veel efficiëntere alternatieven die je ook al veel eerder kunt toepassen dan waterstof. En wat zijn dat voor alternatieven? Dat zijn die warmtepompen. Nou ja, allereerst is isoleren, dan een warmtepomp of een warmtenet. Ja. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Oké. En dan is er nog, dus dan heb je eigenlijk warmte gehad. Daar zie je ook maar een beperkte rol, net zoals met mobiliteit. Dan in de energie, dan in de industrie. In de case van Shell, die op een gegeven moment zei, jongens, we gaan allemaal op waterstof rijden. Er kwam een rechtspraak van bij de reclamecommissie. Of bij de reclamecommissie kwam er een zaak van. En toen zei Shell, het is 4 keer zo duur om groen waterstofgas te produceren dan grijs waterstofgas. Is dat op dit ogenblik waar? Op dit ogenblik zou het nog een heel stuk duurder zijn. Maar op termijn, als je op schaal gaat werken, dan zal het inderdaad die factor 4, die klinkt wel weer. Ja. Oh, het is nog meer dan 4 keer, wou je zeggen. Het is nog meer dan. Shell zegt dat het nu 4 keer zo duur is, maar jij zegt het is nog veel duurder en we moeten eerst opschalen voordat we bij die 4 keer zo duur in de buurt komen. Ja, we zitten nu echt nog inderdaad op die schaal van 10, 20 auto's per elektrolyse. Dat is gewoon pilotschaal en alles op pilotschaal is duur. Ja, maar 4 keer zo duur, dat blijft het wel. Het is niet dat het gewoon dat groene waterstof net zo duur gaat worden als grijze waterstof. Als je een beetje schaalt. Uiteindelijk zul je daar naartoe kunnen gaan. Je hebt heel veel landen waar je heel veel zonneschijn hebt of veel waterkracht. Daar kun je het best goedkoop elektriciteit maken. Als je dan ook goedkoop waterstoffabrieken kunt maken, dan heb je goedkoop waterstof. Maar het gaat om het volume. Uiteindelijk zal, net zoals we nu in Saudi-Arabië voor $5 per vat misschien wel olie uit de grond halen. Daar kun je niet voor kopen. Dus kostprijs is leuk, maar het gaat uiteindelijk om marktprijs. En de hele wereld heeft waterstof nodig. Dus daarom zijn wij gewoon een van de inkopers die moet concurreren met de rest. Oké, je ziet die waterstof-economie zie je wel enorm groeien in de komende. Je zegt de hele wereld heeft het nodig. Die zal echt gewoon sterk groeien? Ja, absoluut. Alleen al die industriële waterstofverbruikers die dat nu met grijze, dus CO2-waterstof doen, die moeten ook om in 30 jaar. En die hebben daar waarschijnlijk meer geld voor over dan wij in onze auto of in onze gasketen. Oh ja, dus in ieder geval voorlopig is waterstof wordt hartstikke duur. En zeker groene waterstof wordt hartstikke duur, want er is enorm veel vraag naar. En het is gewoon veel duurder om te maken. Nou, het is vooral veel vraag naar. Duurder om te maken, dat is een tweede. Nee, maar groene waterstof is veel duurder dan grijze waterstof eigenlijk op dit ogenblik. Oh, dat wel, ja. Oké, waarom denk je dat die tegenlichtafdeling zo hosanna was over waterstof? Nou, voor een deel is dat de mooie stijl van tegenlicht waar ik ook wel van hou. Gewoon dingen agenderen en laten zien van hier zou het naartoe kunnen gaan. Dat doet tegenlicht altijd heel erg mooi. In dit geval heb ik er wat moeite mee, omdat de hype er nu al is. Waterstof staat al hoog op de agenda. Dan zou het nu mooi zijn dat zo'n programma met publiek en statuur van tegenlicht dan nu juist ook de nadelen laat zien. Daar vind ik dat ze verzuimd hebben. Ja. Ja, wij zijn natuurlijk allemaal enorme fan van tegenlicht. En ik was ook aan het kijken, ik denk, wat is dit nou weer? Zo'n prachtige wethouder in Groningen. Het was wel weer een heel mooi, het was ook prachtig. Het klopt ook helemaal. Groningen, het aardgas, wordt nu waterstof. En we brengen nu het Hosanna uit Groningen naar de rest van de wereld. En we gaan de energietransitie doen. En de economie en de prijzen en de efficiëntie die waren ver te zoeken eigenlijk. Dat was toch een mooi plaatje versus en een mooi verhaal. Versus een beetje met beide benen op de grond en een stukje werkelijkheidszin. Dat ontbrak, dat was het gevoel wat wij hadden. Wat was er in hoe kwam dat in die discussie in Pakhuis de Zwijger naar voren? Dat kwam van mensen aan tafel, ook van mensen uit de zaal. Ik ben dat wel, dat verwijt kwam wel vaak natuurlijk. Denk je dat? Het is gewoon een keuze en ik sta niet achter die keuze, laat het zo stellen. Ja, maar goed. In ieder geval, er zal nog flink wat gediscussieerd worden over de klimaatchange. Dat klimaatakkoord, hoe heb je daaraan zelf aan meegedaan? Ik heb daar aan een bijzettafel van een bijzettafel met een groep leeftijdsgenoten gewerkt aan het doorlopen van vooral het elektriciteitsverhaal. Dus van de elektriciteitsstations. Ja. Oké.
En die elektriciteitstransitie die is eigenlijk gewoon van, we gaan een heleboel besparen. We gaan volledig van heel veel fossiel naar elektriciteit. En die elektriciteit wordt groen opgewekt. Hoeveel keer meer elektriciteit gaan we hebben over 20 jaar dan nu? Oh, dat is ook weer een lastig gok hoor. Over 20 jaar moeten we blij zijn als we al het elektriciteitsgebruik van nu inmiddels helemaal verduurzaamd hebben. Of dan zijn we dan, als het goed is, net voorbij. Ja. Maar dan zijn we nog niet klaar. En over 20 jaar hebben we nog steeds gascentrales uit. Oké, maar wanneer gaan de laatste gascentrales uit? De laatste gascentrales op aardgas, moeten we even een nuance maken. Ja. Die moeten uit in 2050, of zelfs dan niet, als ze CO2-opslag hebben. In 2050 moeten we klaar zijn met CO2-uitstoten. Maar een gascentrale kan ook op biogas of op waterstof. Dus daar zal altijd nog wel een kleine markt van blijven. Oké. Nou Thijs, dankjewel voor deze toelichting. Altijd goed om bij tegenlicht nog eventjes wat feiten erin te gooien. En dat maakt het mij helemaal duidelijk. Dankjewel. Graag gedaan.